welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een make-up look maken, een make-up tutorial. Ik ga vandaag de Met Gala make-up look van 2019 namaken van Kim Kardashian. Ik ben een beetje laat, de Met Gala is al lang geweest, maar ik vond de look zo leuk. Ik denk, ik ga hem alsnog namaken. Ik ga niet haar hele Louette look namaken, maar ik ga echt alleen de gezichtsmake-up doen en een beetje een glow op mijn huid en dat soort dingen. En ik vind dit echt een prachtige look om te maken voor echt elk soort feestje, naar een gala, naar een normaal feestje. Misschien als je gaat trouwen, als je een beetje extra wilt zijn en een beetje anders wilt zijn. Ik vind het een hele leuke en aparte glam look. En hij is gewoon echt super mooi en ik dacht, ik ga hem gewoon namaken. Als je een beetje lawaai en wind hoort op de achtergrond, dan zijn de bomen hier, want er is super veel wind. Dus ben je benieuwd naar de make-up look? Blijf dan gewoon vooral even kijken. En dan gaan we gewoon snel beginnen. Vergeet niet te liken en te abonneren. Oké, ik ga eerst beginnen met de ogen. Ik ga hiervoor twee Milani paletjes gebruiken. Ik heb hier de Milani Bold Obsessions en de Milani Most Love Mattes. Dit zijn dan de twee paletjes. Echt prachtige paletjes. Ze zijn gewoon te koop bij Boozy Shop. Deze is dus helemaal mat. En deze ga ik dus obvious gebruiken voor de matte kleuren. En deze heeft een paar matte kleuren, maar heel veel glanzende kleuren zoals je kunt zien. En die ga ik dus gebruiken voor de glanzende kleuren. Dus ik ga deze twee paletjes gebruiken voor deze make-up look. Deze paletjes zijn iets rond de 20 euro. Oké, haar ooglook is dus heel bruinig, smoky, glam met een glitter in het midden die best wel hoog gaat. Dus dat ga ik ook maken. Ik ga eerst beginnen met het primen van mijn oogleden met de MAC Soft Ochre Paint Pot. Ideaal voor het primen van je ogen. En dan ga ik het ook afpoederen met een klein beetje losse translucent poeder. Dan pak ik eerst mijn Milani Most Loved Matte paletje. Als je van matte kleuren houdt, dit is echt het paletje voor jou. Ook niet heel duur, dus echt ideaal. En dan ga ik eerst beginnen met deze hele lichte bruine kleur. Een beetje een oranje bruine kleur. En met mijn platte fluffy kwast ga ik die eerst hier in de buitenste hoek aanbrengen. En ik ga er een beetje mee ook in mijn elkaarboog. En ik blijf echt in die hoek, want het is een vrij ronde ooglook. Hij gaat niet te veel naar buiten. Zo, just like this. En dan breng ik het ook aan hier in mijn binnenste ooghoek. En dan ga ik er ook mee zo naar boven. Ik doe precies wat ik net hier ook heb gedaan. Dan vanuit mijn binnenste ooghoek. Zo, en dan heb je ongeveer dit. Met wat er nog op de kwast zit, ik doe er verder niks meer op. Ga ik een beetje de randen een beetje uitblenden. En ik ga het een beetje omhoog uitblenden, zodat het een beetje omhoog gaat. Op zich is dit een best makkelijke look om na te maken. Het zijn niet echt heel veel of moeilijke stappen of heel veel kleuren. Dus dat is wel fijn. Dan ook weer hier. Ik heb verder nog steeds niks extra's gepakt. Ik blend het nog steeds uit met wat nog gewoon op de kwast zit. Zo, en als ik dan op de foto naar haar make-up look kijk, is het toch echt een beetje oranje, rood-bruin. Dus dan pak ik ook deze beetje meer roodachtige bruine kleur. En ik gebruik nog steeds dezelfde kwast. En dan ga ik die hier ook aanbrengen een beetje zo in mijn elkaarboog. Om het allemaal ietsje meer donkerrood te maken ofzo. Maar echt niet te veel, echt maar een heel klein beetje. En dan weer met het beetje wat nog gewoon op de kwast zit, trek ik het omhoog. Zo, en dan is basically de basis klaar. Zoals je ziet best makkelijk, gewoon twee kleuren. Ik heb het ook in het midden een beetje open gelaten, dus je kunt al een beetje zo die halo effect zien. Ik ga nu de echte halo maken met concealer. Ik gebruik mijn Colourpop concealer in de kleur Light 16. En dan met een heel klein kwastje begin ik zo onder. En dan trek ik het helemaal zo in een lijn naar boven. En ik ga echt hoog, helemaal tot hier. Basically zo dit. En dan een beetje uitsmetsen. Dan pak ik mijn Milani Bold Obsessions paletje. En ik begin eerst met deze hele lichte witte crème kleur. En die breng ik aan op de concealer. Als een soort van witte basis, zodat het straks iets meer gaat poppen. En dan pak ik deze prachtige, hele lichte champagne glanzende kleur. Het is een beetje een witte champagne kleur. Kijk even hoe mooi deze kleur is. Love it. En die breng ik dan ook aan op de halo, op de concealer. En ik blend het een beetje uit met de bruine kleuren, door een beetje zo op en neer te gaan bij de randen. Dan zie ik ook volgens mij een kleine mini winged eyeliner. Dus ik gebruik mijn Benefit Roller Liner om die ook te maken. Nee, volgens mij heeft ze geen wing. Volgens mij heeft ze gewoon zo'n zwarte streep. Dus ik laat ze gewoon hierbij. Voor mascara gebruik ik mijn Essence Princess mascara. Qua nepwimpers heeft ze hele lange, beetje spiky nepwimpers. En die heb ik hier ook. Ik heb deze van Queen Tarsi. Dit zijn de Ivy wimpers.
Ze vallen wel echt alle kanten op. Zoals je kunt zien zijn die heel puntig, heel spiky. Dus die ga ik opdoen en dan kom ik zo terug. Oké, dan gaan we nou beginnen aan het gezicht. Als ik zo naar haar foto kijk, heeft ze echt een full beat. Echt een full face met make-up. Maar het is wel heel glanzend. Dus dat ga ik ook doen. Ik ga eerst mijn gezicht primen met de Garnier Primer. Deze gebruik ik zodat mijn gezicht een beetje smooth wordt en de make-up goed en lang erop blijft zitten. Als foundation gebruik ik de L'Oreal True Match Foundation in de kleur 4D/4W. Ik ga deze mixen met de L'Oreal Glow Mon Amour Highlighter Drop in de kleur 01 Sparkling Love. Deze twee ga ik mixen zodat het een beetje meer een glowy foundation wordt. Dan breng ik eerst de foundation aan. Dit is de zwarte Beauty Blender. Dan zo één druppeltje van de highlighter. Nou ga ik het gewoon zo aanbrengen over mijn hele gezicht. Nog iets meer foundation en één druppeltje highlighter. Ik breng altijd ongeveer 3 keer foundation aan. 1 keer voor hier, 1 keer voor daar en 1 keer voor mijn voorhoofd. En ik zie dat de batterij van mijn camera bijna leeg is. Dus ik denk dat ik zo meteen even een break moet inlassen. En dan de laatste keer, beetje foundation, beetje highlighter. En dit is dan voor de bovenkant van mijn gezicht. Oké, mensen, ik ben even een uurtje weg geweest, want mijn batterij besloot dat hij leeg was. Dus ik moest hem even gaan opladen. En aangezien ik vandaag 3 YouTube-video's maak en ik maar 1 batterij heb, zal ik het moeten doen met af en toe even een uurtje een break. Ik wil al 100 jaar een extra batterij halen, maar we weten allemaal hoe ik ben. Dat duurt altijd jaren met mij. Ik ben zo traag. In ieder geval, ik ga mijn gezicht cream contouren met de Huda Beauty Contouring in de kleur medium. Een prachtige contourkleur. Denk even met een kwastje een klein beetje aan op mijn gezicht. Nothing too much. En dan uitblenden met mijn beauty blender. Als concealer gebruik ik mijn Nabla Close-Up Concealer in de veelste lichtste kleur. Ivory. Dus ik breng maar een heel klein beetje aan. En om te baken gebruik ik mijn Huda Beauty Loose Powder in de kleur Pound Cake. En dit veeg ik er weer gelijk af met mijn poederpot. Dan ga ik nog poeder contouren met dit NYX Highlight & Contour paletje. En like always gebruik ik deze kleur. Dan pak ik mijn Benefit Hello Flawless poeder in de kleur I Love Me Ivory. Om te helpen met contouren ga ik deze zo naast de contourlijn aanbrengen. Zodat mijn neus wat smaller lijkt. En dan met mijn spons breng ik het ook nog extra aan onder mijn ogen om het te verlichten. Dan even een beetje MAC Fix Plus. Dan ga ik mijn ogen afmaken. Ik ga een zwart oogpotloodje gebruiken voor in mijn waterlijn. Ik gebruik dit Colourpop in samenwerking met Sueva oogpotloodje. Hij is gewoon zwart. Deze doe ik zo in mijn hele waterlijn. Van buiten tot aan binnen. Dan pak ik weer mijn Milani Most Loved Mats paletje. En dan ga ik deze donkste bruine kleur mixen met deze beetje meer roodbruine kleur. Want ze heeft het hieronder toch wel een beetje donker smoky. En dan breng ik eerst de donkerste bruine kleur aan. Heel dicht bij de wimperrand. En daarna ga ik het uitblenden met de roodbruine kleur. En dan ook mascara voor op de onderste wimpers. Wat ik wel echt super super jammer vind is dat zij geen glanzende kleur heeft in het binnenste ooghoeken. Dat doe ik wel echt altijd. Maar ja, nu niet omdat ik dus haar look naap. Dan ga ik mijn gezicht bronzen. Zij lijkt een beetje een warme licht glanzende bronzer op te hebben. Dus ik gebruik mijn Milani Baked Bronzer in de kleur 05 Soleil. Dit is een hele mooie warme bronzer met een glans er doorheen. Ik hou normaal echt totaal niet van glanzende bronzers. Ik heb deze ook echt maar 1 keer gebruikt ofzo. Maar voor vandaag ga ik hem weer gebruiken. Omdat hij toch wel mooi is. Alleen mijn persoonlijke voorkeur is, ik hou gewoon niet zo van glanzende bronzers. Maar ik vind hem wel mooi, dat wel. Hij heeft een hele mooie warme kleur. Oké, qua blush heeft ze een beetje een rozige oranje-achtige peachy kleur. Dus ik ga de Triple Thread blusje gebruiken van W7. En dit is de variant Light Camera Action. En ik ga deze twee kleuren met elkaar mixen.
Dan ga ik het met wat losse Huda Beauty poeder hier een beetje strakker maken. Qua highlighter heeft ze een hele lichte, nattige, champagne-achtige kleur glow. Dus ik ga eerst beginnen met mijn HEMA Get Down Mix & Match Glowers. En ik ga deze bovenste witte champagne kleur eerst aanbrengen. Die breng ik zo hier aan bij mijn jukbeenderen. En ook hier een beetje bij mijn voorhoofd. En dan heb ik hier deze Colourpop highlighter in de kleur Lunch Money. Een hele lichte champagneachtige kleur. En die ga ik daar nog overheen aanbrengen. En ik zie ook dat ze hier een beetje een glow heeft. Dus dat ga ik ook doen. Zo, nou heb ik een hele mooie glow over mijn hele gezicht. Zullen we de poeder weghalen? Voor de lippen heeft ze een beetje een nude-achtige bruin lippotloodje gebruikt voor de buitenkant. En binnenin is het een beetje haar eigen roze lipkleur. En dan met een gloss eroverheen. Dat ga ik ook doen. Van het merk Lord & Barry heb ik hier een lippotloodje. Deze is een beetje bruinig nude. In de kleur 3044 Bare. En ik ga het met niks inkleuren, zodat het hier binnen een beetje roze blijft van mijn eigen lipkleur. Dan ga ik er overheen met de Ultra Glossy Lip van Colourpop in samenwerking met Bradman Rock van de Wet Bundle. En als glowy setting spray gebruik ik de Vanity Ready Set Glow. Nou, ik ben heel blij met hoe de make-up look is geworden. Ik vind hem echt best wel veel op die van haar lijken. Ondanks dat helaas ik niet echt op haar lijk. Maar vandaag mijn make-up wel. Dan nog het lichaam. Zij heeft een hele glowy wet look. Dus ik wil ook een beetje een glow geven aan mezelf. Ik heb net nieuw binnen de Anastasia Shimmer Body Oil. Super duur, maar super mooi. Deze kostte mij met verzending €50. Nee, zonder verzending. Nee, verzending was gratis. Hij is gewoon €50. Super duur. Mocht je willen weten waar je dit kunt halen, Easy Paris verkoopt een aantal producten van Anastasia, maar niet allemaal. Maar ze hebben gewoon een Engelse website. Dus als je naar de Anastasia Beverly Hills UK website gaat, dan heb je hun volledige collectie waar gewoon altijd alles staat. En het komt dan vanuit Engeland. Je hebt geen verzending, geen douane, geen helemaal niks. Je betaalt alleen de prijs en hij komt binnen. Volgens mij was hij er binnen een week. Dus deze ga ik even opsprayen. Dit wordt by the way de allereerste keer dat ik hem opdoe. Ik had hem al wel gedaan op mijn hand. Dat had ik ook geplaatst op mijn Insta verhaal. Op Instagram. Maar nog niet echt op mijn huid. Ik gebruik van Lab to Beauty deze Kabuki brush om het een beetje in te smeren. Hij heeft dus gewoon zo'n spreading. Nou mensen, dit was dan de Kim K Met Gala 2019 make-up look. Ook de glow vind ik echt super mooi. Ik vind deze echt heel erg mooi. I really like it. Het is een beetje een olie. Nee, het is een olie. Niet een beetje een olie. Het is een olie. Dus hij voelt ook wel zo aan. Dat moet je wel weten. Maar in principe, ik heb er niet echt veel last van. Ik ben heel blij met de make-up look. Laat me weten wat jullie ervan vinden. Heb ik het goed gedaan of heb ik er helemaal niks van gebakken? Let me know. Vergeet dan ook niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier mijn gezicht waardoor je kunt abonneren. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!